Ja, dus we ontwikkelen de RIP Ingeland, dus de aanleg van de tuin. En we hebben een RIP opgenomen welke bouwmogelijkheden dat de privé heeft aan de Graanmarkt en de Burgstraat. En de stad heeft aan de Dender en aan de Kaaischoolstraat. En daaraan wouden we dus koppelen, doordat de stad daar toch wel heel grote investeringen zal doen voor de aanleg van de tuin en in de latere jaren, in de latere fase aanleg van een kade, zullen de woonentiteiten die daar kunnen ontwikkeld worden toch wel een veel grotere meerwaarde krijgen. En was er afgesproken dat we zouden binnen het college dat we zouden een financiële last opleggen in de vergunningen die we zullen afleveren in het kader van die ontwikkelingen die daar zullen gebeuren. Nu, het is zo dat we eigenlijk een beetje in snelheid gepakt zijn. Begin september 2023 hebben wij bericht gekregen van de Hoge Overheid van Vlaanderen dat last in natura nog kan opgelegd worden in de vergunningen door het Schepencollege, maar een last, een financiële last waarbij dat je dus zegt voor een woonentiteit of voor een ontwikkeling moet je betalen, dat daarvoor een verordening nodig is. Dus we kunnen dat niet zomaar niet meer. Als we willen een financiële last opleggen, moeten we die verordening hebben. We hebben daarvoor modelverordeningen gekregen en wij hebben, om zeker niet te laat te zijn, het is eigenlijk de bedoeling voor die financiële last voor heel uw territorium, heel Nienhoven, dat te ontwikkelen, daar ook in op te nemen voor zo'n vreemdheid, dat je ook kunt bijvoorbeeld een financiële last opnemen. Maar doordat wij natuurlijk met dat RUP Ingeland in opmaak waren, al een voorlopige goedkeuring hadden in september en de definitieve goedkeuring vorige maand gehad hadden, wouden we zeker niet te laat komen om dat te kunnen opleggen en hebben we dus ons beperkt om die verordening financiële last op te maken uitsluitend voor dat RUP Ingeland zitten. En we zullen in latere fase naar de gemeenteraad komen naar een verordening financiële last voor het hele territorium van Nienhoven. En we hebben daarin opgenomen dat voor de bruto vloeroppervlakte dat daar €50 per vierkante meter voorzien wordt. Wij hadden een modelverordening ontvangen van de overheid, waarbij dat erin stond, zij stelden voor om dat aan €25 of €50 of €75 of €100 per vierkante meter te doen. Wij hebben daar €50, dus niet het duurste, ook niet het goedkoopste, maar tweede minst dure, zeg maar, genomen. Dat is een afweging geweest om het ook niet te duur te maken. Wij hebben daar ook een advies voor gekregen op de HECRO. Wij leggen dat op vanaf 5 woonentiteiten. Nu, de ontwikkelingen op het RUP Ingeland, dat is allemaal veel meer dan 5 woonentiteiten. Kunt u dan afvragen, maakt dat eigenlijk speelt dat eigenlijk een rol? Of dat vanaf 5 woonentiteiten of vanaf 1 woonentiteit is? Want de HECRO zegt, wij hebben liever dat je dat oplegt vanaf 1 woonentiteit. Maar dat zou kunnen een rol spelen, bijvoorbeeld als aan de kant Graanmarkt, als daar een van die huizen zegt, we maken in het gebouw een extra woonentiteit. We gaan bijvoorbeeld van 4 naar 5 of van 5 naar 6. Zou je dat kunnen belasten omdat daar 1 woonentiteit bijgemaakt wordt. Maar eigenlijk zou dat in een zeer uitzonderlijk geval zijn. Dus wij hebben in die verordening toch bij ons standpunt gebleven. Wij leggen dat op vanaf 5 woonentiteiten, omdat al de ontwikkelingen daar eigenlijk zullen aan voldoen. Ook hebben wij een advies gekregen van de provincie. Dat was ongunstig, maar wij hebben dat weerlegd, omdat ik denk dat de provincie niet goed begrepen heeft dat wij dat opgemaakt hebben, alleen voor RUP Ingel, voor de Ingeland zitten. Ze zeggen dat ook, dat is hier, waarom gaat dat hier ook niet over de zonevreemdheid, waarom gaat dat, ze hebben dat niet goed begrepen als ze in hun advies dat wij ons beperkt hebben tot Ingeland, omdat we niet te laat wouden komen met ons verordening. En dan natuurlijk, als we binnen enkele maanden naar de gemeenteraad zullen komen met een verordening voor heel het territorium van Nienhoven, dan zal dat, zullen we dit daarin verwerken. Ze schrijven ook dat het moest in redelijkheid zijn en dat we dat niet verantwoorden. Ik denk dat we zeker niet het duurste tarief, ook niet het goedkoopste genomen hebben, dus dat een redelijk tarief is. Dus wij hebben eigenlijk dat advies van de provincie weerlegd en wij vragen nu om die verordening goed te keuren. Nee, dank u wel, mevrouw de Scheer. Begin van de eerste ronde. Jordi.
collega's, ook gezien de persoonlijke situatie, denk ik, gaan we ook wel proberen om het dossier sereen te brengen. Ja. Want dit dossier is voor Groen, namelijk de lusten en de lasten van het RUP Ingeland zitten, is geen evident dossier. Dat is niet voor mij, dat is niet voor Wouter, dat is niet voor Groen. Maar ik vind het wel belangrijk om ons standpunt omstandig met de nodige nuance, maar ook correct te brengen. En ik ga dus even uitleg doen. Want ik heb in het verleden ook altijd de bal gespeeld en nooit de man. En ik ga dat ook nu doen. En ik hoop alvast dat de anderen de sereniteit kunnen bewaren. Goed, we hadden eigenlijk gehoopt dat we dit financiële gegeven, namelijk die financiële last van de RUP Ingeland zitten, niet hoefden te stemmen. En het is hetgeen wat mevrouw De Schepen al gezegd heeft. Het is de gemeenteraad nu die de financiële last voor de projectontwikkelaars moet goedkeuren. En dat is het gevolg van nieuwe spelregels op Vlaams niveau. Het instrumentendecreet trad in werking op 1 januari 2024. En dat wijzigt een aantal regels. En De Schepen heeft het al gezegd, vroeger kon dat via een vergunning door het Schepencollege besluit, om dat daar eigenlijk in te zetten in die vergunning en stedenbouwkundige test. En nu moet dat naar de gemeenteraad. En ik denk ook dat we dat niet moeten loszien van de schandalen in verschillende andere gemeenten. Want hoe dat de stad financieel gecompenseerd wordt om meer, hoger en veel meer te laten bouwen, was inderdaad in een afgeschermd orgaan van een Schepencollege. En dat wordt nu ingeruild voor de openbaarheid van de gemeenteraad. En op zich is dat een goed idee, de transparantie van zo'n vastgoeddossiers naar de gemeenteraad te brengen. En ten andere, je krijgt dan ook wel een zeker cachet van democratische goedkeuring. Ik denk dat dat op zich een waardevol initiatief is. En dit is als een beetje als algemene inleiding. Want ik heb tegen mijn principes in een beetje de stukken van het dossier, van de financiële regeling van het grootste vastgoeddossier van Nino van de laatste 20, 30 jaar afgedrukt. Wees gerust, ik ga dat gebruiken als kladpapier. Dus je hebt een beslissing van een schepencollege, een verslag van een adviesraad, de GECRO, een advies van de provincie en dan drie versies van de stedenbouwkundige verordening. De originele, een keer na de GECRO en dan een keer na het provinciaal advies. En dat is eigenlijk het dossier. En dan is de eerste vraag, weten wij genoeg om de hoogte van die financiële last, om die als gemeenteraad voldoende hoog in te schatten? Zien wij een motivering in de hoogte van de last? Zijn er vergelijkingspunten met andere gemeenten? Heeft de gemeenteraad inzicht gekregen op onderhandelingen bijvoorbeeld, op een aantal stukken? Is er een financieel advies van de stadsdiensten hierover, een benchmark? Maar is er ook een sprake van een zekere administratieve ambtelijke controle over gans dat proces en ook over de berekening achteraf? En ik denk dat we op al die vragen negatief moeten beantwoorden. En ik denk, want we hebben inderdaad met de gemeenteraad een schepenbesluit, een verslag van een adviesraad, een provinciaal advies en drie verbeterde versies. En ik denk dat we dus volkomen blind varen in dit dossier. En ik wil toch even dieper ingaan op het advies van de provincie. En ik ben ook tevreden dat de Schepen het ook nog iets anders zegt als wat in de commissie is gesteld. En ik heb ook aan de diensten informatie gevraagd, want daar stond eerst in, en dat werd gezegd, ja, de provincie stelt dat die hoogte van die last, dat te veel is, dat te hoog is. Nee, de provincie stelt dat voor een woning van 200 vierkante meter €10.000 gevraagd wordt. En dan je moet dan bedenken dat die financiële last redelijk in verhouding moet zijn tot het vergunde project. Ik ga dat toch even concreet maken, want dat is een van de twee adviezen in het dossier. En stel je hebt een bijzonder groot appartement, een nieuwbouwappartement van 200 vierkante meter, dat is een groot appartement, de standaard is 120 vierkante meter. Op een toplocatie in de stad pakken wij op het 8e, met zicht op het park en de Dender. En als we de laatste immocijfers kijken, gaat dat toch makkelijk €700.000 kosten. En dan is inderdaad €10.000 niet in verhouding met het vergunde project, denken wij. En de provincie zal immers ook samen met ons moeten vastgesteld hebben dat we niet gekozen hebben voor de hogere tranches in de verordening, de modelverordening. Namelijk, we hebben 50 gekozen en geen 75 of 100. En ik wil dat toch een keer concreet maken, want in Halle bijvoorbeeld, toch een stad met eenzelfde omvang, ook in de Brusselse rand, betaal je inderdaad vanaf 10 appartementen €10.000. En hier is dat inderdaad maar €6.000. En laten we toch ook wel zeggen, er zijn 100 appartementen in blok 5, of bijna 100. Ja, dat is zo'n enorm groot project.
En ik denk dat we toch moeten de vraag stellen waarom dat we bijvoorbeeld niet hetzelfde als Halle gedaan hebben. Maar dat vind ik niet in het dossier terug. Collega's, ik ga toch nog even inzoomen op de hoogte van het totale bedrag. Want wat dat gaan we eigenlijk gaan opleggen aan de bouwheren en bouwdames op de Ingeland zitten. En dat is inderdaad €50 per bruto per vierkante meter bruto vloeroppervlakte woonfunctie. En als we een keer kijken naar de grootste en de dringendste blok, want uiteindelijk, het RUP zegt dat ook zelf, de nummer 5 blok, de blokken achter de Buscemi en de 1000 vuren, daar is er sprake van 11.500 vierkante meter. Als we dat concreet maken, gaan die €575.000 moeten betalen. Is dat veel? Mij lijkt dat aan de lage kant, en ik heb dat al een keer berekend, ja, goed, je zet daar 94 woningen op een derde van een hectare. Dat is toch wel niet alleen hoog, maar dat is ook wel vol dat je bouwt. En 75% van die grond wordt volgebouwd. En je zou in principe maar kunnen bouwen tot aan de kroonlijst die er nu is, namelijk de Graanmarkt en de Burgstraat. Dus alles wat dat boven de 4 verdiepingen is, is extra. Dus laten we maar zeggen, de helft van hetgeen wat dat daar gerealiseerd zal worden, is dankzij het RUP extra vergund. En dus 40, 50 extra appartementen voor net geen €600.000. Is dat veel? Dat is een vraag. Maar mij lijkt dat toch aan de lagere kant te zijn. En misschien moeten we toch nog eens een vergelijkingspunt maken. Want de aanleg van de Ingelandtuin, namelijk de OCMW-parking en de parkzone, wordt terecht een groene zone. Ik heb dat al gezegd in september. Wij volgen daar de visie van de Vlaamse bouwmeester. Er mag gerust in de hoogte gaan worden. Maar er moet dan ook wel de nodige groene ruimte gecreëerd worden. En dan toch liefst op de kosten van degene die er het meeste voordeel mee doen. En de OCMW-tuin die gaat inderdaad in het RUP dienst doen als groene zone. En dat is inderdaad als compensatie om elders hoger te bouwen. Dat is een beetje de visie van de Vlaamse bouwmeester. En die kunnen we inderdaad goed volgen. Maar als ik dan de verslagen van het Schepencollege lees, is de tuin voorlopig begroot op €720.000, het ontwerp ook nog eens op 120. Dus in totaal €840.000 voor je aanleg van je tuin. Dus de winstafromen van 40, 50 extra appartementen laat zelfs nog niet toe om de heraanleg van de groene ruimte. En dan hebben we nog niet over grondeigendom, dames en heren. Het gaat enkel over de heraanleg. Dus onze vraag is natuurlijk, is €575.000 dan veel? Ik ga een beetje vooruitlopen, denk ik, op de commentaar van de schepen van lokale economie, die waarschijnlijk zal verwijzen naar de overdracht van gronden die ze gaan doen. Ja, ze gaan inderdaad hun gronden delen, maar misschien moeten we daar toch wel de korrel zout bij nemen. Want het is inderdaad de algemene gewoonte dat er grond wordt overgedragen aan het openbaar domein. En zeker hier, want het doorsteek naar de Graanmarkt zorgt voor ontsluiting. Zorgt er ook voor dat gedeelte ontsloten werd, meegenomen wordt in dit project. En ook ja, de hospitaalkerk naar de Kaaischool zal inderdaad dienst doen als passage en brandgang. En uiteraard zal het onderhoud voor de stad zijn. Misschien moeten we toch nog even duidelijk zijn, want wij kunnen de algemene visie van het RUP volgen. Wouter heeft dat vorige keer mee goedgekeurd. Maar de financiële compensatie om inderdaad hoger en te gaan verdichten, dat moet inderdaad correct zijn. En ik heb dat al eens geschreven en ook al gezegd, de lusten en de lasten in dit project moeten eerlijk verdeeld zijn. Want de stad levert niet alleen 2/3 van de gronden in, ook de privé levert 1/3 in. Het is eigenlijk anders, de stad levert 2/3 in, de privé 1/3. En ik denk dat de grootste winsten gemaakt worden op het stuk van de privé. Want niet alleen de inbreng van de gronden is groot, ook de investeringen die de stad zal doen. Ik herhaal nog eventjes de Ingelandtuin, maar ook de publieke parking onder de Kaaischool zitten zal geld kosten. Want nu de zogenaamde gratis parking aan het Twijnserplein wordt volgebouwd binnenkort. En dan krijg je inderdaad die publieke gratis parking op de gesloopte Kaaischool. En ik vermoed dat er dan wel binnen een aantal jaren het plan zal zijn om ondergronds een parking aan te leggen. En het zal toch de verwachting zijn dat de stad dat zal moeten betalen. En hoeveel gaat dat niet kosten? Ja, dat is ook een vraag die we kunnen stellen. En dan natuurlijk nog de onbekende renovatiekosten van de Kaaischool Vleuven. Kortom,
De stad brengt niet alleen veel grond in het project, de stad investeert een pak geld in de hele publieke ontwikkeling ervan. En dan is de vraag, is natuurlijk 600.000 euro voor 40, 50 extra appartementen op een toplocatie, is dat veel gevraagd. Ik denk dat we kunnen spreken aan van de ene kant torenhoge winsten aan de ene kant en mega-investeringen aan de andere kant. Ik denk dat de private investeerders er zeker hun broek niet zullen aanscheuren en de stad, de innovator, zullen de kosten en de lasten dragen. Ik denk dat we inderdaad samen een voorbeeldje geven of het een beetje concreet maken. Ik denk dat we samen een festival organiseren, maar de stad mag inderdaad de hamburgerkramen openen en de VIP-toestanden is inderdaad voor de private investeerder. Dat is toch los van de nodige opwaardering, de keuze voor het behoud van de groene ruimte en het keren van de dender, is dat toch ook wel een beeld dat ik ga onthouden van het hele RUP Ingeland zitten. En dat is toch ook jammer. Kijk, dat was mijn eerste tussenkomst. Wie nog in de eerste ronde? Wie wens zal reageren? Misschien eerst de raadsleden. Ja. Ja, collega's. Het dossier dat vandaag voorligt is in eerste zin meer een administratief dossier. Het is een verordening waar inderdaad ik kan voor in grote lijnen wel Jordi, ook voor een aantal zaken kunnen wij hem zeker ook wel volgen. Nu even ter herinnering, want het dossier het zal toch nog wel terugkomen, maar niet direct niet meer, denk ik. Ik herinner mij nog als het de eerste keer, zoals hier vele zaken aangekondigd werden, de intentie, de verklaring dat men daar een groots project, los van het inhoudelijke of de toekomstige visie daarover, als men dat hier aankondigde, dat we gezegd hebben, of dat men gezegd heeft vanuit de meerderheid, ja maar op termijn gaat dat voor de stad en de private ontwikkelaars, gaat dat een win-win situatie zijn. Ik heb dat toen ook in het dossier direct genoteerd bij mij thuis, dat komt later nog wel eens terug. Maar nu, we zijn al een stapje verder, we zijn denk ik ja, 3-4 jaar verder ondertussen minimum. En inderdaad, we hebben hier veel verklaringen, mooie projecten gekregen. Ik zei het, inhoudelijk gaan we ons daar niet over uitspreken vandaag. We hebben visies voorgeschoteld gekregen en zoals de collega zegt, wat er in gans die visie ook altijd ontbreekt, dat is de financiële visie of de randvisie, wat dat dus financieel allemaal gaat gekaderd worden. Dus vandaar mijn bemerking, het ging een win-win situatie zijn, maar tot op heden is daar zeker en vast nog geen klaarheid over hoe dat uiteindelijk gaat uitdraaien. Nu, tweede zaak. Ik heb dat ook gehoord, dat de schepen in de commissie, of dat men, excuseer me, in de commissie zei, oké, we hebben die marge of de tarief, dat is vastgelegd, we hebben dat besproken met de privé-eigenaars en des meer. Nu, dat is allemaal heel goed en ik lees ook in de overweging, in de ontwerpbeslissing, door het gevoerde participatief proces is dus reeds uitgeklaard welke lasten de stad en welke lasten de eigenaars zullen moeten dragen. Dat komt dus overeen met wat er gezegd is in de commissie. Behalve één zaak, in gans het dossier, en ik weet, men kan niet alles in het dossier steken, maar toch een zeer belangrijk element terug. In gans het dossier is geen sprake van, ja, hoe is er onderhandeld met die privé-eigenaars, hoe is dat tot stand gekomen, hoe is eigenlijk die 50 euro gevat of tot stand gekomen. Nu, ik hoor, en dat is nog een randbemerking, ter zake dat de collega bijkomende informatie opgevraagd heeft financieel, bij de diensten, dat kan gerust zijn, een kleine randbemerking. Wij moeten eigenlijk alles via het raadsledenloket vragen, voorzitter. En ik heb in de voorbije 5 jaar eigenlijk vanuit de oppositie nog niet veel vragen zien passeren vanuit raadsleden van de oppositie. Dat is een randbemerking, dus wij moeten het beleefd dat zelf, kunnen we dat niet opvragen. Dus anderzijds blijkt het soms wel te gaan. Jordi krijgt dat blijkbaar vroeger of vaker. Oké, een randbemerking. Dat is niet correct ook, hij moet via het raadsledenloket gaan. Ja, maar het is niet de eerste keer dat hij vernoemt. Ik heb stukken gekregen van de administratie of gekregen van via de meerderheid dat wij niet krijgen. He. Tot daar en toe. Dus maar nu kijk, eigenlijk is dat volledig in tegenstrijd. Hier verklaart u, oké, alles is reeds uitgeklaard, los van het feit dat wij die elementen op wat dat gebaseerd is niet kunnen bevestigen of nakijken. Maar eigenlijk is dat volledig in tegenstrijd met wat dan de deputatie dan zegt. Die kijkt, dat blijkt niet uit de beslissing van het advies van de deputatie. Die zijn daar toch klaarblijkelijk niet zo van overtuigd. Dus want het gaat hier ten eerste over financiële lasten. Ik ga ook niet te veel in detail treden, dus vandaag spreken we daarover. Maar het is ook kan ook een vorm zijn van lasten in natura. Daarover is uiteraard vandaag nog geen sprake. Maar ook daar maakt de deputatie de
de opmerking dat daar dus nog een hiaat is, dat er eigenlijk ook nog geen duidelijkheid over bestaat. En men vat de meerderheid toch, los van hun bemerkingen die ze erop maken later, men vat de meerderheid daar toch in te zeggen van kijk, dat creëert een zekere onzekerheid. Dus daar is zeker nog geen duidelijkheid in. Nu, los daarvan, zowel de bemerkingen als de inhoudelijke bemerkingen als de algemene bemerkingen, u heeft dat proberen te weerleggen in jullie beslissing van de deputatie, dat die volstaan volgens ons niet. De deputatie is daarin zeer duidelijk op het einde. Ik denk dat dat essentieel is in het advies van de deputatie. Men zegt dus vanuit juridisch oogpunt en rekening houden met de bovenstaande opmerkingen van 2a, dus is de verordening zoals ze nu voorligt in strijd met de basiskenmerken van de figuur van een verordening en deze van een last. Bijgevolg wordt de ontwerpvordering ongunstig geadviseerd. Ja, als een deputatie zegt dat ze in strijd is, dan ga ik er toch vanuit dat dat grondig bekeken is. Omdat de schepen dan ook zegt, de deputatie zit er volledig naast, dat kan gerust zijn, maar de beweringen of de weerleggingen in de ontwerpbeslissing overtuigen ons toch ten gronde niet. Nu, nog zoiets. Ik hoor het terug zeggen, men is hier een beetje in snelheid gepakt, zegt de schepen. Ja, als men in juli 2023 kan kennis nemen dat dat moet opgemaakt worden voor 1 januari 2024, dat is inderdaad zeer snel, omdat dat moeten maken. Maar het is niet omdat jullie in snelheid gepakt zijn, dat die kan grondig bekeken worden. Dus eigenlijk is het dossier volgens ons niet compleet en tegelijk niet volledig. Dan nog twee randbemerkingen. We gaan daar straks, gaan we dus ook het WORG goedkeuren. Dus ik heb daar even een toekomstgericht nikker gekeken. Als ik daar die plannetjes zie, hoe dat er het overstromingsgebied en hoe dat ook bij zware regens het gaat uitzien op die site binnen een paar jaar mogelijkheid, dan denk ik toch dat we dus goed gaan moeten nadenken op welke manier men daar zal moeten vergunningen toekennen, want dat ziet er dus niet goed uit. Ik heb dus ook niet aangeduid. Dat staat twee keer lichtblauw of dat een beetje donkerblauw. Dus ik vraag mij af bij het verlenen van die vergunningen, daar gaat dan zeker en vast nog een aantal problemen opduiken. Dus vandaar misschien het idee dat vooraleer dat de vergunningen toegekend worden, dat men heeft ook een strategisch plan gemaakt over de Hanse Dendervallei. En toevallig of niet, daar spreek ik me niet over uit, maar de Ingelandszitte aan de linkerkant zit daar niet inbegrepen. Dus het zou misschien ook aangewezen zijn van daar een keer te vragen wat het idee daarover zou kunnen zijn, vandaar ook een keer te raden te gaan. Maar kort gezegd, dreigen er zich zeker en vast problemen te vormen in dat gebied, zowel overstroming van de Dender zelf als bij zware regenval. En omdat men daar ook spreekt van een ondergrondse parking, ik denk dat dat momenteel, als ik die situatie zie, toch ook licht voorwaardig is. Dus kort nog ter afsluiting, er is absoluut geen duidelijkheid hoe dat het plaatje financieel gaat evolueren. De motivatie om het niet goedkeuren door de deputatie die de stad vandaag heeft, die voldoet volgens ons niet. En we gaan dan zien hoe dat verder verloopt voor de eventuele schadebedingen of in Natura dan. Wie nog? Wacht, jij hebt het begin van de tweede ronde, eerste van mij, einde van de eerste ronde. Dank u wel, voorzitter. Ja, collega's, het zal jullie niet verbazen dat ik natuurlijk ook mee tussenkom. Samen met Cathy Wolge doet dat hier van heel dichtbij op, hebben we ook deze verordening samen besproken en uitgewerkt. Maar in tegenstelling tot onze groene collega's en u, Rudy, vind ik persoonlijk dat wij hier wel spreken over een zeer grote bijdrage die privéontwikkelaars zullen moeten bijleggen. En ik ga me verduidelijken waarom, want de rekening klopt niet goed wat onze collega van Groen zegt. Als we over heel de site spreken en de cijfers zijn gekend, dan spreken we eigenlijk als alles ontwikkeld is, zullen wij ongeveer 180 appartementen op deze site realiseren. Dat is het maximum eigenlijk dat kan gerealiseerd worden, geef ik wel toe. Als je daar dan de gemiddelde oppervlakte die we mee in trup gestoken hebben van 120 vierkante meter per appartement meereken aan €50, dan kom ik aan meer dan 1 miljoen euro die terug zal vloeien in de ontwikkeling van deze site naar de stad. In de aanleg van de tuin.
Ik denk dat daarmee al een heel groot stuk van onze publieke tuin die we gaan aanleggen al bekostigd zal worden. Ik ga niet zeggen dat het volledig zal bekostigd worden, ik ken de cijfers niet uit mijn hoofd, maar dat de publieke tuin zal kosten, maar daarmee zullen we toch al een heel eind opschieten. En dan spreek ik inderdaad nog niet van de gronden die overgedragen worden, die nu van de privé zijn, die overgedragen worden, Jordi, naar de stad, hè, waar dat jij dat in dit project normaal vindt, dat daar grondoverdracht wordt. Het is niet alleen grondoverdracht, ook de wegen is, ook al zijn trage wegen, maar dat is een wegenisdossier die aan vele bepalingen moet voldoen, ook de wegen is, zal aangelegd worden door de privéontwikkelaars op hun grond. En een schatting heeft ons geleerd dat dat om en bij ook rond de 600.000 euro grosso modo zal zijn. Ik vind dat niet min, hè. Dat is dan, ik zit al op 1.700.000 euro. Met de ontwikkeling. Als ik dan een keer kijk naar het plein dat we nu aan het aanleggen zijn, hè, het Abdijplein, ja, mooi plein, grote gronden, daar krijg ik dan van jullie de terug als ik daar zeg, ja, we hebben daar 0 euro gevraagd, we hebben daar 0 euro gekregen voor die ontwikkeling, ja, dan krijg ik van jullie het antwoord, en ik keer me dan vooral naar collega de Dobbeleer, maar die eigenaar heeft wel veel grond afgestaan aan de stad om dat te doen, ja. Bij mij mag de stad dat ook komen doen, hè, mijn tuin. Ze mogen een schoon plein komen aanleggen en ze mogen van mij dan de grond hebben en het onderhoud ik nog een keer. Dus allee, dat zijn toch twee maten en gewichten. En het ene dossier verweert u met te zeggen, ja, hij heeft grond afgestaan, maar hier in dit dossier, ja, daar houden we geen rekening mee met die grondafstand en het aanleg, aanleg en de kost van de wegen die er zal gebeuren. Want ja, hier zijn mega verdiensten die gaan ontwikkeld worden. We hebben dan een keer laten onderzoeken of dat inderdaad wel klopt, dat die mega winsten die zouden gemaakt worden. Als je een keer kijkt naar de lasten die mensen op dit moment hebben, de bouwkost die er is op dit moment, ja, dan komen ze amper aan de percentage die ze moeten halen om bij de bank een lening te krijgen. En we hebben dat niet zelf uitgerekend, we hebben daarvoor iemand die gespecialiseerd is in deze materie onder de arm genomen om dat laten te berekenen. Je hebt dat trouwens ook gezien. Dus ik vind hier op de gemeenteraad komen doen, precies, omdat dat hier megaprojecten zijn, zoals bijvoorbeeld aan de kust en dergelijke, waar dat ze met duizenden appartementen tegelijk ontwikkelen, en waar dat die ontwikkelaars inderdaad heel veel geld verdienen, ja, dat is absoluut niet correct. En je spreekt constant van hun toren, en ze kunnen daar zoveel appartementen neerzetten. Wel, Jordi, ik nodig u uit om morgen, als het klaar is, want nu is het donker, nu gaat het niet meer zien, een keer langs de Graanmarkt en de Burgstraat te wandelen, en dan zullen ze zien dat er op 100 meter afstand in vogelvlucht een aantal nieuwe dingen gerealiseerd zijn. Een aantal nieuwe ontwikkelingen gerealiseerd zijn. En daar moeten de verdiepingen in getellen. Hè. Ik ga nu een voorbeeld geven op de hoek van de Burgstraat Onderwijslaan. Is er nog niet zo lang geleden een nieuw project gezet. Daar zit men aan 4 of 5, ik wil me aantallen, maar zeker 4 verdiepingen plus 2 verdiepingen daarboven. Teruggetrokken weliswaar, je ziet dat moeilijker. Dan zit de OK6, hè. Dat scheelt niet veel met die toren van 7, hè, maar daar spreekt niemand nu over. Hè. Graanmarkt, aan de andere kant, ook 5 en onderdak, hè, is ook 6. Dus ik wil maar zeggen, en daar hebben we 0 euro gekregen van de stad, hè, van die ontwikkelaars. Die hebben ook een meerwaarde ontwikkeld. Allee, het is de eerste keer dat we deze last opleggen. We hebben dat heel consequent bekeken, hoe zwaar dat we die last konden leggen. Want op de duur ga je geen ontwikkelaar meer vinden om het te ontwikkelen, hè. Dan blijven het staan. Hè. Dus dan krijg je geen ontwikkeling meer. Dan kun je het allemaal zelf betalen, ook je tuin. En dan als laatste, hè, voor de rest hoor ik u altijd roepen, als u dat uitkomt, van ja, maar we moeten toch zorgen dat mensen die het niet zo breed hebben om die te ondersteunen en dergelijke meer, ja, wie denkt dat die een bouwlast zal betalen uiteindelijk? Dat zal die huurder en die koper zijn die daar een appartement gaat huren of kopen. Hè. Die gaat dat meebetalen. En het is 6.000 euro, want ik heb me nog een keer uitgerekend. Het is 6.000 euro per appartement dat erbij komt. Als we dan spreken over betaalbaar wonen voor onze jeugd, ja, komt dat hier niet goed. Is dat hier niet goed. Maar wij moeten die last opleggen en daar ben ik het wel mee akkoord, want eigenlijk ben ik tegen die last, maar
in tegenstelling tot tegen zijn moet je de verschillen afwegen, maar dat is het voordeel en het nadeel. Het nadeel is dat we inderdaad onze huizen en appartementen, dat die terug duurder zullen worden. Dus het zal terug moeilijker zijn om jonge mensen om dat te kunnen huren en kopen in kader van betaalbaar wonen. Langs de andere kant is het inderdaad zo, zoals collega Koppers gezegd heeft, ja, realiseren we daar een heel mooie binnentuin, hè, een stadstuin, maar toch een vrij grote oppervlakte. Je moet maar een keer gaan kijken in andere steden, waar dat ze nog kunnen zeggen dat ze een stadstuin kunnen ontwikkelen van die oppervlakte, hè, met heel wat waarde. En dat geeft natuurlijk inderdaad ook wel meerwaarde aan die appartementen, dus dat compenseert elkaar. Dus dat is toch wel een hele andere uitleg als dat jullie doen, want ik vind het altijd wel jammer dat je onmiddellijk altijd kijkt van, als er een project is in Ninove, ik denk dat het ook een zeer grote meerwaarde volledig heeft voor Ninove, dat binnengebied ontwikkeld wordt, en meer nog op lange termijn, zouden we een keer moeten kunnen berekenen hoeveel dat er meer inkomsten zullen zijn, hè. Van KI's van die woningen en van de belastingen die de mensen die daar wonen zullen betalen. Hè. En meer nog, als dat volledig bewoond is, bij manier van spreken, ja, dat is pal tegen onze kern, hè. Ons kernwinkelgebied. Dus ook onze handelaars zullen daar jarenlang mee van profiteren. Dus dat heeft toch heel wat meerwaarde dan dat hier af te doen, dat hier enkel maar een product is voor de ontwikkelaars die heel veel geld verdienen, hè, mega winsten, zoals je het noemt, gaan creëren op dit gebied. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. En ik hoop dat we deze regeling samen kunnen goedkeuren. Ik denk dat die bouwlast die erbij komt nog een keer bij alle andere kosten die mensen hebben, meer dan zwaar genoeg is. Ja. Zijn er nog in de eerste ronde? Ja, voorzitter, collega's, ik wil eerst en vooral zeggen, ik ga dat project mee helpen goedkeuren. Maar ik zit nu 42 jaar, mijn 42ste jaar, in de gemeenteraad. Het is de eerste keer dat ik dat meemaak, dat er aan de ontwikkelaars een bedrag per vierkante meter opgelegd wordt. Ik heb dat nooit meegemaakt. Ik heb met verschillende partijen de meerderheid gevormd, uitgenomen in de legislatuur. Dat is nooit gebeurd. En telkens op de vergadering was de vraag van Groen, wat verdienen die projectontwikkelaars eraan? Dat was altijd de eerste vraag. De rest was van minder belang. Alleen, wat brengt dat op voor die projectontwikkelaars? Ik zou zeggen, die projectontwikkelaars, we hebben die nodig. We hebben die nodig. Die zorgen voor werk. Die zorgen voor woningen. En automatisch is dat een pluspunt voor de gemeente, want er komen grondbelastingen op. En ik herinner me nog het eerste dat de meerderheid zei, ja, maar we willen in de weer zijn voor ons jonge mensen, voor ouderen, degenen die het moeilijker hebben. En wij leggen daar onmiddellijk een bedrag op. Op het bedrag dat die jongeren zo moeilijk hebben om bijeen te krijgen, om te lenen. Wij gaan dat bedrag nog verhogen. Dat komt absoluut niet te goed om de bedoeling die we hadden om te zeggen, wij moeten die mensen die het moeilijk hebben, die gaan we steunen. Integendeel, we zeggen op voorhand al, we gaan u zoveel meer aanrekenen. Dat begrijp ik niet. Ik ga het steunen, omdat ik vind dat de twee schepenen, zowel mevrouw Koppers als meneer Trist, een zeer goed project hebben samengesteld. En ik zou nog één vraag aan die twee collega's van Groen willen vragen. Als zij een project ontwikkelen, gaan ze dat dan ook doen met verlies? Gaan ze dat dan ook doen, zomaar gratis voor de gemeenschap? Niemand van ons zou dat doen. Dat is het. Ja, ik zal u meteen van antwoord dienen, meneer Casteur. Uiteraard, niemand moet met verlies werken, maar we weten allemaal, collega's, ook al liggen de concrete cijfers niet in dat dossier, wij weten allemaal dat die mensen daar goed in een boterham aan gaan verdienen. Daar moet je niet onnozel over doen, hè? Punt. Dus in die zin, meneer Casteur, zij mogen zeker een boterham verdienen. De maat is, in welke mate draagt u bij tot de ontwikkeling van de stad? En dat is volgens ons inderdaad te laag.
Meneer Trist, ten gronde waren wij zeker akkoord. Je moet niet zeggen van meerwaarde van extra woning, extra tering en nering. Heb je absoluut gelijk. Ik denk dat dit project, en we hebben dat ook inhoudelijk gesteund, ik denk dat dit project inderdaad een absolute meerwaarde voor de stad betekent. Dat het een nieuwe ontwikkeling is die de Dender opnieuw richting centrum trekt. Dus we hebben dat ook absoluut gesteund. Alleen inderdaad, de financiële verrekening, daar hebben wij onze vraagtekens bij. En dat is denk ik een terechte vraag. En dan het belangrijkste, meneer Trist, ik hoor u zeggen van ja, we hebben dat laten onderzoeken, waar zijn die onderzoeken? We hebben zelfs iemand die gespecialiseerd is in de materie onder de arm genomen. Ik weet dat allemaal klopt, maar het zit niet in het dossier, collega's. En dat is natuurlijk wel jammer, dat vind ik jammer, dat je eigenlijk als gemeenteraad, collega's, dat je een beetje blind vaart. En eigenlijk zou dat niet mogen. Ik denk dat daar inderdaad een zekere transparantie in mag komen. Ja, kort. Ik ga het niet hebben over de omvang en zo en de bouwlagen van de Ingeland zitten. We zijn daar overal tussen gekomen. Waar ik wel problemen mee heb, ik heb eigenlijk niks tegen projectontwikkelaars. En zeker niet als ze door hun inbreng ervoor zorgen dat er bepaalde stadskankers kunnen opgelost worden. Ik hoor meneer Van de Winkel zeggen, we mogen toch niet vergeten dat die mensen daar serieus aan een boterham aan verdienen. Ja, het is de OCMW van Inhoven niet, die daar iets gaat realiseren. We zitten in Inhoven en we kennen ze allemaal. We zitten in Inhoven met een aantal mensen die kapitaalkrachtig zijn. En dat geld, dat moet hen delen. Dat geld, dat moet hen delen. En ik heb eerlijk gezegd liever, en ik ben er volledig mee akkoord, dat de lasten en de lusten dat op een rechtvaardige manier moet verdeeld worden. Ik ben daar absoluut voorstander van. Maar dat hier, want als jij, want je hebt nu al goed genesteld in je rol van oppositie, ik vind dat nogal moedig, moet ik zeggen. Eerst 5 jaar en een half schepen spelen en dan een half jaar voor de verkiezingen oppositie, de keiharde oppositie als lid komen spelen, terwijl dat je 5,5 een schepen werd in je zakken had gestoken. Had misschien direct van in begin moeten zeggen dat je niet meedeed. Maar goed, tot daar een kleine kanttekening. Wel, ik heb liever dat die mensen hun geld, hun financiële middelen inzetten om van onze stad een mooiere en een betere stad te maken. En er zijn nog stadskankers in Inhoven, waarvoor de stad Inhoven aan zich onvoldoende financiële middelen heeft om daar zelf projecten te realiseren. En die mensen realiseren projecten, Wouter. Die gaan projecten realiseren. Is het niet in Inhoven, dan is er een andere stad. En is het niet in België, dan is het in Hongarije of is het in Bulgarije, waar dat hun winsten volgens u misschien nog groter zijn. Wat is er nu mis mee dat iemand die investeert, dat ze daar winst op maken? Elk bouw, ik kan me bijvoorbeeld inbeelden, we hebben daar over het laatste kleiner project gerealiseerd, of zijn het aan het realiseren, het oude gebouw, de vooruit daar, de socialisten, daar is nu ook toch een project gerealiseerd. Ja, ik zou eens willen weten wat daar de winst was, als alles gaat verkocht of verhuurd worden. Ja, misschien kan iemand me daar een beetje een uitleg over geven. En je hebt dat ook mee goedgekeurd, als ik me niet vergis. Als je in het schepencollege zat, in ieder geval, je waren aanwezig en je hebt ja gestemd. Dus liefst niet met twee maten en gewichten werken. Wij zijn van oordeel, laat ons de financiële middelen die door Nino Vieters, en er zijn er echt niet zoveel, want we kennen ze allemaal, die de middelen hebben om iets te realiseren. Jawel, laat ons de lasten en de lusten op een eerlijke manier verdelen, zodanig dat de stad op een verantwoordelijke manier kan zeggen tegen de burger, we zijn met de stadsfinanciën op een rechtvaardige manier en op een verantwoordelijke manier omgegaan. Dus ja, op dat vlak, op het enige punt waar dat ik de collega's van Groen, de oppositie van Groen, ik verwelkom jullie trouwens in de oppositie, kan bijtreden is dat allemaal die berekeningen en dat overleg met die partners en de mensen die er verstand van hebben, die allemaal berekend hebben, dat dat inderdaad niet in het dossier zit. Het zou toch wel goed geweest zijn, moesten we dat trouwens, dat project gaat nog niet vandaag gerealiseerd worden, ook niet volgende maand. Misschien moeten we dit dossier een maandje uitstellen, het dossier vervolledigen, zodanig dat we met een dat we met kennis van zaken, met fel over de buik, als ze zeggen, alhoewel dat in mijn geval nogal een gevaarlijke uitdrukking is, dat we het met meer kennis van zaken daarover kunnen oordelen of dat hier de juiste parameters zijn gebruikt of niet. Kunnen we de eerste ronde afsluiten? Ja, in tweede ronde. Ik
Cathy. Ja. Misschien om direct op die laatste vraag te antwoorden. Ja, je hebt zoiets als bedrijfsinformatie. Hè. Dus wij hebben daar inderdaad 3 jaar aan gewerkt, aan dat RUP. Wij hebben ook geprobeerd om cijfermatig, met de bedoeling dat dat RUP nadien niet zou aangevochten worden. Dat is ook perfect normaal dat je de eigenaars betrekt bij de opmaak van een RUP. Geprobeerd om cijfermatig uit te rekenen wat dat een redelijke en rechtvaardige bijdrage zou zijn, zowel in natura als financieel in de investering van, in het openbaar domein die de stad zou doen. Nu, wij hebben daar aan die mensen, en het is daarmee dat de schepen Trist ook zegt, ik weet wat hun winstmarge is en ze hebben maar net genoeg om lening bij de bank te kunnen bekomen, want daar kijkt de bank naar. Ze moeten een zekere winstmarge hebben om een lening te kunnen bekomen. Hebben wij overeengekomen van, we hebben daar inderdaad een specialist aangesteld, om dat cijfermatig na te kijken, maar dat is zoals een soort van bedrijf, de geheimen binnen een bedrijf. Je gaat elke ontwikkelaar gaat zomaar niet zijn inkomsten, zijn uitgaven op de markt gaan gooien, op straat gaan gooien voor iemand anders. Maar we hebben daar wel met die aangestelde persoon inzage in gekregen, maar wel dat je daar met discretie mee omgaat, niet om dat te grappel te gooien voor andere ontwikkelaars of voor gelijk wie. Maar die man heeft dus wel mogen een blik werpen op die cijfers, op de inkomsten, de uitgaven die ze raamden, hun winstmarge en zo verder. Waaruit dat wij tot cijfermatig tot besluit gekomen zijn dat in natura op het deel van de privé, dus dat is aan de Burgstraat Graanmarkt, dat zij zouden een investering ongeveer doen, dus dat ze overdragen aan de stad van 650.000 euro. En dat wij eraan uitgekomen worden dat de bijdrage in de investering die de stad doet voor de aanleg van de tuin en later de kade, dat toch ook een goede 600.000 euro, Jordi heeft dat daar straks ook uitgerekend, 600.000 euro zou zijn. Dus een 50, en we kwamen daarbij aan iets minder zelfs dan 50 euro per vierkante meter. Nu, wij hebben dus inzage gekregen in hun cijfers, dus wij weten dat dat juist is. Dat is natuurlijk altijd de discussie geweest, is te veel, is te weinig. En toeval wilt dat wij dan in eind augustus of begin september die modelverordening ontvangen van de hogere overheid, waarin dat er net voorgesteld wordt van dat op 25 of 50 of 75 of 100 de vierkante meter te zetten. Onze berekeningen waren we eigenlijk uitgekomen in de tweede helft van de 40 euro per vierkante meter. Dus wat hebben wij gezegd? We gaan dat hier niet verminderen naar 25, we gaan ons aan die modelverordening houden, we gaan dat niet verminderen naar 25 euro per vierkante meter. Het dichtst bijliggende van die modelverordening is die 50 euro per vierkante meter. Dus we hebben dat voor die mensen zelfs iets kunnen opgetrokken. Maar voor ons was de ontvangst van die modelverordening eigenlijk een bevestiging dat onze berekeningen eigenlijk zeer goed, dat wij dat zeer goed ingeschat hadden en dat die man die ons bijgestaan heeft en inzage gekregen heeft in hun inkomsten en uitgaven, dat dus eigenlijk bijna perfect ingeschat was en dat dus redelijk is. In die modelverordening staat ook dat wij mogen een financiële bijdrage vragen naar redelijkheid. Dus je moet daar ook niet beginnen proberen het maximum uit te halen. Plus, het is hier ook al gezegd geweest, de bouwkosten zijn natuurlijk de afgelopen jaren, want wij zijn al 3-4 jaar aan dat RUP bezig. Ondertussen zijn die bouwkosten gigantisch gestegen, maar ook een ontwikkelaar had dat ook doorrekenen aan de koper. En wij hebben altijd gezegd dat we daar appartementen of woonentiteiten willen die betaalbaar zijn, ook voor jongere mensen of jongere gezinnen. Wij hebben hier nu 50 euro per vierkante meter, dus je gaat hier toch gemakkelijk. Hè? Dus we hebben gemiddeld, onze woonentiteiten zijn 120 vierkante meter. Er kunnen er wat kleiner, wat groter zijn, maar dat zijn de gemiddelde van de woonentiteiten die we daar in Trup toestaan. Dat komt op 6.000 euro voor een woonentiteit. Dat is toch niet weinig. Hè? En de ontwikkelaar zal dat waarschijnlijk in een zekere mate doorverrekenen, maar stelt dat je daar dubbel, of ik weet niet wat de bedoeling is dat we daar dan zouden voor vragen,
dan had hij dat zeker doorrekenen. En het is de bedoeling dat die woonentiteiten wel nog betaalbaar blijven voor de kopers. Je moet langzaam aan afronden. Ja, wel, ik wil ook straks nog het woord. Ja, ik wil ook nog verwijzen naar Halle en Heraarsbergen. Heraarsbergen zit ongeveer aan de... Die hebben dat ook opgemaakt en Halle ook. Die zitten ongeveer aan hetzelfde tarief als wij. En Halle zit iets duurder als wij. Okay. Maar iets bedoeld met €1000 of zo per vierkante meter. Dus daaraan blijkt nog eens dat ook de rondomliggende gemeenten, dat die ook voor hetzelfde tarief ongeveer gekozen hebben. Dat is eigenlijk een bewijs dat ons tarief zeer redelijk en schappelijk is in de twee richtingen. Zowel voor de stad als voor de Dank u wel. Wie wenst er nog het woord? Dank u wel. Ja, ik wil heel even ook het woord nemen, omdat de ontwikkeling van de Ingelandzitte is een proces die al een hele tijd duurt. En er is een doorbraak gekomen in deze legislatuur, omdat we zeer participatief te werk gegaan zijn. We hebben de bevolking uitgenodigd, maar we hebben ook de eigenaars uitgenodigd, waarbij het heel correct daarnet werd verwoord. Heel wat inspanningen geleverd werden door Schepen Koppes en Schepen Triest, die er enorm veel vergaderingen op zitten hebben om uiteindelijk tot een RUP te komen die gedragen is en waarbij nagenoeg geen bezwaar werd ingediend. En dat zegt veel over de kwaliteit van dat project. En ik denk dat we daar zeker ook moeten bij stilstaan. Natuurlijk, als je een RUP maakt, dan pak je die zonering aan en bij een RUP zorg je ook een stukje dat er een meerwaarde ontstaat voor de mensen die eigendom hebben op de private gedeelten. En het is samen met hen dat dat RUP ook ontwikkeld werd en dat dat RUP ook nu goedgekeurd werd. Voor zo'n omvangrijk RUP is het een enorme verdienste dat er beleidsmatig die keuzes gemaakt zijn en dat daar op geen enkele manier een ernstig bezwaar is ingediend. Dus dat zegt veel over de onderhandelingen die gebeurd zijn om tot dit RUP te komen. En inderdaad, het instrumentendecreet, en dat is nu net wat gezegd wordt, het instrumentendecreet verplicht ons, als we een financiële last opleggen, dat dat via een verordening gebeurt vanaf 1 januari 2024. Dus men heeft op basis van de onderhandelingen die toen geweest zijn voor dit deel een verordening opgemaakt en die is heel fair. En ik vind dat ook belangrijk dat je kan zeggen dat je met de opbrengsten van die financiële lasten dat je kan werken aan kwalitatieve publieke ruimte. In een zone die zeer, zeer aantrekkelijk is. Ik ken heel wat mensen die zitten te wachten op de realisatie van dat RUP om te kunnen wonen en beleven langs die dender. De dender wordt onvoldoende gebruikt als troef voor wonen en handel. Ik wil ook wel beamen wat meneer Dazeleer daarnet heeft gezegd. Projectontwikkelaars die hebben in onze stad al verschillende vuile plekken weggewerkt. We hebben de hoek Kaardeloot Centrumlaan, de hoek Kaardeloot met de Armand Riemakerstraat, de vuile panden gelegen langs het Savoyplein, waar het dak ingestort is, waar nu een prachtig pand is, het RTT-gebouw. En mensen, dat zijn projecten die een meerwaarde zijn voor uw stad, maar ook voor uw handelsapparaat. Want mensen die in uw stad komen wonen, gaan ook in uw stad geld opdoen en zorgen dat het economisch ook goed is voor iedereen die daar een handelszaak heeft. Dus het is niet nieuw wat dat wij hier doen. Ook in vele centrumsteden gebeurt dit al. Daar gebeurt dat op alle projecten. Hier wordt het nu op één project gefocust, omdat het ook wel een project is die een enorme meerwaarde biedt voor onze stad om er te wonen. Dank u wel. Wie nog? Wouter eerst. Ja, gewoon even meneer Dazeleer. Meneer Dazeleer,
We gaan er waarschijnlijk wel nog een paar keer op terugkomen, misschien ook wel de gelegenheid toe krijgen. De visie van Groen is duidelijk. Hè. Wij steunen, we blijven loyaal aan het bestuursakkoord. We blijven loyaal aan wat we ons geëngageerd hebben. En dan mogen we zeggen van, je zit al in de positie. Ik denk het niet. Ik besef heel goed dat het een hybride positie is, dat het niet gemakkelijk is. Maar we engageren ons voor het bestuursakkoord. En als u zegt van, je zit al in de positie, aan meneer Dazeleer, ik kan van u zeggen, hij zit al met gedachten aan het bestuur, hè, want vanavond geeft hij aan een selecte kringetje van ontwikkelaars te kennen van met mij zoals zaken te doen. Hè. Omgekeerd kunnen we dat ook zeggen, meneer Dazeleer. Oh. Allee, ik hoop dat die boodschap doorkomt, ja, inderdaad. Wie nog? Ja, allee, na alles beluisterd hebben, ik kan me het ook niet van de indruk ontdoen dat de groene collega's bijna over de vijand spreken. Hè, als men het heeft over die ontwikkelaars, het selecte kringetje, en er zijn er hier. Hè. En als ze project indienen, is meteen gaan beoordelen van wat gaan ze hierop winnen. Hè. Ze gaan hier geld afluizen, ze gaan hier winsten boeken, terwijl hier al duidelijk is gezegd, allee, ook onze fractie is daarin heel duidelijk, we beoordelen projecten op een meerwaarde die ze kunnen hebben voor de stad. En dan moet er dikwijls ook wel bijgeschaafd worden. In overleg met onze diensten, in overleg met ook de Hekero en adviezen, zullen we dan zien hoe kan dat project wel degelijk ruimtelijk meerwaarde zijn en tegelijkertijd stadskankers wegwerken. En als liberalen staan wij daar ook voor open en staan wij daar ook positief tegenover. Want als je met de privé en het kapitaal dat zij kunnen investeren, en dat wij als lokale overheid niet hebben, tenzij dat je zoals de communisten natuurlijk woonblokken gaat bouwen en veel schulden gaat maken, hè, maar dat is niet onze visie. Wij kijken naar de privé als een partner. Wij gaan samen met hen rond de tafel zitten en kunnen projecten die een positief meerwaarde zijn voor onze stad goedkeuren. En wij juichen dat toe. Dat is het verschil tussen jullie visie en onze visie, denk ik. Jordi. Collega's, ik heb geprobeerd om dat rustig onderbouwd en met een nodige nuance uit te brengen. Ik wil toch nog even zeggen dat de TRUP ontzettend veel meer mogelijk maakt als ervoor. We maken achter de Buscemi en de Duizend Vuren een verdubbeling mogelijk. 40, 50 extra appartementen, extra, allee, ik bedoel, voor €600.000. En uiteraard in overdracht van dat openbaar domein. Dat is maar logisch ook. Het is een gewoonte. Dat gebeurt overal. En het is een brandweg. Zonder die een weg zou het er nooit gekomen zijn en zal het nooit ontwikkeld zijn. Wat ik hier vooral hoor is dat verschillende collega's, ook meneer Dazeleer, blijkbaar de zeer beperkte afroming van die winsten van de privéspelers verdedigen. En inderdaad, €600.000 is niet weinig. En we moeten ergens starten, allemaal goed en wel. Maar ik wil me toch even herhalen. Het is een toplocatie in de stad. Ze mogen veel hoger bouwen dan er rond, met een enorme dichtheid. En dan wordt er gekozen voor de helft van wat hetgeen mogelijk is. En dus geen €75 of €100 per vierkante meter. En welke motivering heeft je daaraan? Ik lees dat niet in het dossier. En waarom gaat dan Halle vanaf 10 appartementen wel voor dat maximumbedrag? En waarom gaat Ninove hierin niet mee, zeker voor zo'n specifiek groot en belangrijk project? Kijk, collega's, ik denk dat die €600.000 een schnabbel is voor die grote projectontwikkelaars. En we moeten daar blijkbaar content mee zijn. Want mijn lusten en lasten zijn inderdaad niet goed verdeeld. En ik heb daar straks al gewezen ook naar de beperkte bijdrage in verhouding wat dat mogelijk zal zijn. Maar ook wat de grote investering aan de stad zal kosten. En ik ben van mening, en wij zijn van mening, dat die oefening niet juist gebeurd is. Wat betreft die opmerkingen van meneer Trist en meneer Casteur, dat we inderdaad de vastgoedprijzen daar blijkbaar gaan opdrijven, laat ook een beetje zien hoe gevoelig dat het is om daar aan die winsten te zitten. En we nemen ook blijkbaar nota dat Dazeleer zich ook geroepen voelt om voor de vastgoedsector het onderste uit de kant te halen. Iemand moet het toch maar doen. We gaan inderdaad zeer beperkt de winsten afromen. De bouwheren en dames zullen iets minder verdienen. Maar wat betreft die verkoopsprijzen, dat is wel een ander verhaal. Dat is het verhaal van vraag en aanbod. En zo zullen inderdaad iets minder winst gaan pakken op die appartementen. En die zijn inderdaad geen liefdadigheidsinstellingen, die projectontwikkelaars. Ik denk dat we daar ook mogen eerlijk in zijn. En de gewone Ninoviter zal daar geen appartement van 200 vierkante meter gaan kopen. Collega's, ik ga afronden. Ik mis openheid, ik mis de nodige transparantie
En ik mis ook het kader om te zeggen dat dat inderdaad de echt fantastische financiële deal is voor de stad. Aan de andere kant, ja, 600.000 euro laat je natuurlijk ook niet liggen. Dus we gaan inderdaad zien dat dat hier gestemd geraakt, maar we zullen zien hoe dat gebeurt. Rudy? Ja, kort nog drie zaken. Terug naar het inhoudelijke van het dossier. Ik denk dat we hier vandaag niet moeten, het gaat erom over dat we dus een bepaald bedrag moeten vaststellen. We gaan hier vandaag geen hoger-lager spelletjes moeten spelen. Voor ons als Forza-fractie, wij kunnen gewoon geen standpunt innemen, omdat we dus, zoals ook Groen terecht zegt, volgens mij niet over voldoende informatie beschikken. We kunnen daar een lange discussie over voeren. Twee, eerste zaak. Twee, wij hopen ook dat het zowel voor de stad en de mensen die daar gaan investeren, of dat nu privé-investeerders zijn of aangelanden die daar al eigendom hebben, we hopen dat er uiteindelijk voor alle partijen een globale win-win situatie zal het voortvloeien. Dat zal aan de stad zijn, aan iedereen om dat verder op te volgen, maar ik denk met een beetje goed gezond verstand dat dat voor beide partijen toch zal lukken. En ten derde, van mijn puntje 1, het is hier niet vandaag, het gaat over het dossier en vaststellen van een bedrag, het gaat hier niet over het beoordelen van privé-investeerders, dat staat hier vandaag volgens mij niet aan de orde, dat is in de marge. Nu, het volgende standpunt, wij volgen ook de deputatie administratief, dat hebben we ook gezegd, en ten derde willen we gewoon aanraken dat men toekomstgericht toch moet blijven aandacht hebben voor de watergevoeligheid van het gebied. Tot daar. Dank u. Alleen. Ja. Allee, collega's van Groen, ik begrijp jullie niet. Hè. Eerst en vooral water. Allee, u begrijp ik helemaal niet. Als je zegt van ja, wij mankeren die cijfers een uitleg. Ja, je zat er zelf bij als een uitleg gegeven is. Hè. Maar je was niet geïnteresseerd, want je was op je laptop mails aan het beantwoorden als dat uitgelegd is. Dat vind ik nog strafste dat je nu komt zeggen hier op de gemeenteraad dat je niet weet waarover we spreken. Hè. Je was toen nog schepen. Je was toen nog schepen. Kijk de datum na en als ik hier lieg, kunnen we volgende maand het appel roepen op deze gemeenteraad. Ik lig daar niet over. Ja, dat kan zijn. Ik zeg u dat je erbij zat op die vergadering als de cijfers uitgelegd geweest zijn. Ja, maar waren er dan bij of niet bij? Ah ja. Ja, maar ja, als na maanden aandringen was, waren er toch bij? Dat om te beginnen. Allee, ik kan die... Ja. Oké. Okay. Ik begrijp ook niet dat er zowel van Rudy als van u gezegd wordt, en zeker van uw collega, ja, we kennen geen cijfers, we weten niet waar we over spreken, het is een blinde vlek. Dat klopt niet, collega's, dat klopt niet. In het RUP staat heel duidelijk hoeveel BVO er mag gerealiseerd worden binnen het RUP van de Ingeland zitten. Als je dan ziet dat er zoveel BVO kan gerealiseerd worden. Als je dan ziet hoeveel dat je vraagt per vierkante meter, dan weet je toch wat dat opbrengst is. En het gaat hier niet over 600.000 die je altijd zegt, maar dat komt natuurlijk goed in je kraam uit, dat je maar zegt 600.000 euro. Nee, bij de ontwikkeling van de Ingeland zitten gaat het over 1.100.000 euro. Plus nog een keer een 600.000, 700.000 aan grondwaarden. Dat gaat dan hier dus over 1.600.000, 700.000, 800.000. Exact kunnen we dat nu inderdaad nog niet bepalen, maar in die grootorde zal dat zijn. Dat is al wat anders dan 600.000 euro. Hè. Allee, blijf een serieus, collega, alsjeblieft. Toch in dergelijke belangrijke dossiers. Dat kan mij enorm in opwinden als er dan zo politiek spelletjes gespeeld wordt. Ja, voorzitter, ik weet dat ik moet rustig moet blijven. Dat is zelf niet goed voor mijn hart. Hè. Je weet dat, mijn gezondheid. Maar ik jaag me op als er dergelijke dingen gezegd worden die niet kloppen en bewust gezegd worden, terwijl men weet dat het niet klopt. Hè. Goed, dus dat gezegd zijnde over die cijfers, BVO's gerealiseerd, ik denk dat ik alles gezegd heb voor mijn tweede keer en ik laat het slot aan mijn collega met dank voor alle inspanningen die zij ook gedaan heeft in het dossier om het hopelijk tot een goed einde te brengen. Voor de orde van de werkzaamheden, wij met onze fractie zijn akkoord dat per uitzondering meneer Van de Winkel nog mag reageren. Ik houd mij aan het huishoudelijk reglement. Cathy. Ja, misschien als slotbeschouwing. Ik hoor Rudy daar al twee keer over de watergevoeligheid van het gebied zeggen, aandacht vragen, terecht denk ik, maar ik denk dat dat in TRUP opgenomen is, daarom een externe adviezen en van de waterbeheerders, dus daar is rekening mee gehouden als dat een geruststelling is. Ten tweede, de deputatie heeft ongunstig ook, omdat ze eigenlijk niet goed begrepen hebben dat we ons beperkt hebben tot daar op Ingeland en niet tot dat volledig territorium, dus dat komt nog. We gaan dat de komende maanden opmaken en naar de gemeenteraad brengen. Maar ik denk dat wij hier een hele eerlijke
oefeningen gemaakt hebben, cijfermatig. En ook in vergelijking met de rondomliggende gemeenten waar ze zijn, dus 5.000 euro voor een woonentiteit of de 8.000 euro voor een woonentiteit, hebben wij gezegd, het is per vierkante meter. Dus een kleiner woonentiteit betaal je wat minder voor, een grotere betaal je wat meer voor. Dus voor 120 vierkante meter is 6.000 euro. En dat ligt dus in de lijn met de rondomliggende gemeenten. Wat kleiner, minder, wat meer, ga je wat meer voor betalen. En uiteindelijk als slotsom, ja, is wel de conclusie dat de privé toch meer dan 1,2 miljoen euro, dus ongeveer de helft financiële last en ongeveer de helft last in natura, aanleg in het openbaar domein, op zich neemt, wat dat toch niet min is en wat dat zeker ook onze kosten dekt voor de tuin en later de kade. Dank u. Dank u wel. Begin der stemming, collega's, over dit punt. Vijftien aanwezig, 16 onthouding. Het voorstel wordt aanvaard.